Hoi, lieve allemaal. Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video van mij, Disna Lomas. Ik heb nog een kaartje in mijn rug hangen. Hoe dan? Hoi, dit is me. Story of me life. Ja, hoi, daar ben ik nog een keer. Weer, nog steeds. Disna Lomas. Geef een duimpje als je mijn video nu al leuk vindt. Wel raar, want we zijn nog niet eens begonnen, maar dan doe je het maar gewoon voor mij. Ja, toch? Ik vond de slaapkamer gewoon super saai. Hij was eigenlijk heel erg wit. Ik heb een keer wat lijstjes opgehangen, maar daar was het ook eigenlijk wel. En ik was al een tijdje niet echt tevreden over. Toen ging ik een beetje in mijn huis rondkijken wat ik een beetje kon gaan organiseren. En toen kwam ik steeds vaker tegen dat in de slaapkamer heel veel dingen gewoon in een hoek waren gegooid. En steeds vaker dingen op de grond lagen en zo. En ik denk dat dat ook komt omdat als je eenmaal zeg maar in die vibe zit van het is toch niet echt mooi. En ik vind het toch niet echt boeiend en ik ben hier toch bijna nooit. Dan laat je het ook sneller zo. En voordat je het weet loopt het heel erg op. Althans bij mij. Dus ik dacht laat ik het gewoon eens een keer een leuke gezellige kamer proberen ervan te maken. Laat ik er een leuke kamer van proberen te maken. Ja, kom ik nog uit mijn woorden? Anyway, there we go. Ik laat ook even zien welke kleur ik heb gebruikt en wat ik waar heb gekocht. En oh ja, ik heb het in 2 keer 2 uur gedaan. Want ik heb alles gedaan in de slaapjes van Jax. Hey, applaus voor mezelf. Dus laat je niet tegenhouden. Denk niet dat je dingen niet kan. Als ik het kan, kan jij het ook. Daar zit ik dan. Niet echt een slaapkamer dat ik denk van vet of leuk of het is gewoon een slaapkamer. Allereerst zijn we even bij de IKEA. Gaan we eventjes kijken wat we daar kunnen kopen voor de slaapkamer makeover. Let's see. Ik wil dus een meubeltje voor bij het bed. Dus ik denk aan deze. Een beetje houtkleur vind ik wel leuk. Die vind ik ook wel mooi. Kijk hoe satisfying. Oh, dit is nog eens orde. Oh, ik wil dit. Zo, we zijn dus even in de karwei. Want, ik dacht ik film het even. Ik krijg altijd heel veel vraag. Welke kleuren wij nou gebruiken in huis. Nou ben ik echt helemaal fan van de muurverfkleuren van Karwei zelf. We hebben onder andere deze in ons huis. En wat was nou? En deze. Die hebben we achter de keuken. Die hebben we achter de bank. Flexa vind ik ook hele mooie kleuren hebben. Oh, die heeft nu ook korting. En dan vind ik de Damon Drift. Vind ik heel mooi. Die zie ik nu even niet. Dus die kleur heb ik nu eigenlijk, geloof ik. Ja, toch? Volgens mij wel, zoiets. Kunnen we misschien ook nog wel iets mee doen in jouw kamer, Jax? Ja, dat is wel leuk, hè? Hier lichtjes, hè? We zijn even bij de Quantum. Oh, die kerstballen. What? What? Nee, Jax, even hier blijven. Zo irritant dat ze hier geen wagentjes hebben. Nee. Kom maar even met mama mee. Oké, een dekbed. Ik vind deze wel leuk. Oké, ik ben een beetje uitgeput, want ik heb net 3 keer de trap opgelopen met de spulletjes. Maar de eerste spulletjes zijn binnen en Jack slaapt, dus ik moet een beetje zachtjes praten, want die slaapt hier vlakbij. Ik ga even de before van de kamer laten zien. Het is een beetje beschamend om te laten zien, want het is echt een mega troep. Maar ik had zoiets van, ja, moet ik dat dan voor de before gaan weghalen? Nee, dat is een beetje raar. Daar ligt nog wat was die ik gisteravond nog moest opvouwen. En die ik uiteindelijk maar op de grond heb gegooid. Omdat ik, ja, je kent het wel. De sokken. Er stond hier eerst een kast. Die heb ik al weggehaald. Die staat nu even op de gang. Ook niet heel handig, maar
Goed. Ik zal trouwens aan het einde, als ik klaar ben met alles opnemen, dan zal ik nog eventjes vertellen wat ik precies waar heb gekocht. Omdat ik nu nog niet precies weet wat ik allemaal ga gebruiken. Dus dat laat ik dan even aan het einde zien. Ik ga ook even wat kijken of ik wat dingen wat praktischer kan doen. Ik heb veel dingen op de grond gewoon liggen, omdat ik er helemaal geen kastjes of zo voor heb. Het slaat helemaal nergens op. Ik vind het altijd zo lastig om te beginnen. Ik begin maar even gewoon met alles weghalen wat hier niet meer hoeft te staan. Dit was de enige kleur die ik had. Die, wat ben je nou? Ik vind het juist wel mooi dat je nu die contrasten hier ziet zo. Van die lijnen, zie je? Dat helemaal als het afplak straks weg is. Ja. Dat je die hoeken wat meer ziet van dat plafond. Ja. Nou, ik ga even snel verder. Die reactie viel mee, hè? Ja. Vergeten was hier. Zo, hi. Het is dag 2 van de makeover. Ik heb heel veel zin om door te gaan. Maar ik moet even wachten totdat Jack vanmiddag gaat slapen. Want ik heb hem gewoon vandaag. Maar de kleur is echt wel prachtig. Ik zie nu al helemaal met die accessoires erbij dat het echt vet mooi gaat worden. Zo, ik begin met deze afplaktape eraf halen. Want dat is als je dus twee kanten wilt schilderen. Dan moet je dus beginnen met eerst de ene kant in verband met de afplak en dan de andere kant. Zo. En dan ga ik hem nu opnieuw afplakken, maar dan vanaf de andere kant, zeg maar. Nou, dan ga ik nu de afplak hier eraf halen, want hij hoeft niet nog een keer, zie ik. Dat vind ik altijd wel een beetje spannend. Want vooral in die mooi gestukte wandjes zie je vaak dat het toch wel een beetje tussenin is gekomen. Satisfying. Ik vind het altijd heel lekker. Afplaktape afhalen. Ja, het ziet er goed uit. Yay. Erop. Ik wacht nog heel even met de afplaktape eraf halen en dan kan ik eindelijk met de rest beginnen waar ik heel veel zin in heb. Dan ben ik gewoon net klaar met verven en met de blankjes. Dat ik helemaal meteen alle accessoires erop wil doen. Maar laat ik eerst het kastje even in elkaar zetten. Nou, Tisna en een IKEA kastje. Als ik dit nou ook nog kan, dan jongens, dan ben ik echt gewoon de master. Het zegt al wat hoe ik de doos überhaupt openmaak. Het is wel echt top, Tisna.
daar gaan we hoor, jongens. Tantara. Tadadada. Ik zat nog een beetje te twijfelen over die lijstjes. Of ik die ook nog gewoon daar moest zetten. Dat het dan, ja, maar daar zaten nog schroefjes. Dus ik dacht, nou ja, doe het wel even zo. Dus, ik ga even zeggen waar alles van is. En ik ga de rest van de kamer even laten zien. Ta, ta, da, da. Hier ben ik. Dit is mijn spiegel. Dit zijn mijn plantjes. En mezelf in elkaar gezette kastje. En de kussens en alles. En toch altijd nog een beetje troep, want dat is van Bart, daar in die hoek. Maar hey, dat gedeelte slaan we snel over. En dan hebben we hier nog een leuk hoekje met een veel te vol rekje. Maar daar wordt aan gewerkt. Ja, 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 ja. En dan hebben we hier een lege hoek. Ja, de camera staat er, want ik was daar dus ook mee aan het opnemen. Maar een lege hoek, jongens. Oh, en opbergruimte. Hier zitten bijvoorbeeld allemaal sokken en panties. En daar sokken en panties van Bart. Sokken alleen bedoel ik. En daar mijn ondergoed. Hoe, secret. Ja, wat kleine dingetjes opgeborgen. Ja. Zo, ik heb het even een beetje donkerder gemaakt voor de sfeerfeeling. Dit dingetje heb ik van de karwei. Het is van marmer en ik vond dat echt zo'n lekkere, ja, place to put your things. Ik heb hier nog niet zoveel. Ja, mijn nachtbeugel die ik nooit in heb. Maar ik dacht, het is wel handig voor je elastiekjes en zo, voor 's avonds. Ja, boekjes. En masseerolie. En hier zit nog een secret place. Nou, niet echt heel secret, gewoon tijdschriften. Niet dat ik die ooit in bed lees. De grote lijsten met de rosé-randen, die zijn van Decenio. Die heb ik al een hele tijd. Deze zijn van de Action. Moet ik nog wat indoen trouwens. De plantjes en de balken, die zijn van de IKEA. Dit zijn er 3. Ja, deze zijn ook van de IKEA. Zijn trouwens niet aan. Leuk, hè? Ik hou van verlichting en van sfeer. Dus ik zal ook even laten zien hoe dat gaat hier in de kamer. Deze kistjes, die koop ik trouwens heel vaak bij de IKEA, want... Ik vind die zo, ja, je kan er zoveel mee. Je kan ze ook verven als je wil. Of ja, je kan ze gebruiken als opbergdingetjes. I love die kistjes. Dit heb ik ook gedaan. Deze is van de Quantum. En deze natuurlijk van de IKEA. Hè? Je kent ze wel, de plantjes van de IKEA. Nep, dat wel. Maar deze was trouwens nieuw van de IKEA. Heel leuk. Ik vind het best mooi voor neppe dingen. Hangt wel een beetje met de verkeerde kant naar buiten, maar oké. En leuke potten van IKEA. En deze vind ik ook heel erg leuk. Die is ook gewoon nep. En die is van de Karwei. Deze is van de Quantum, inclusief de inhoud. Ik vind de Quantum ook altijd erg leuke dingetjes hebben. En de lichtjes daar ben ik ook best wel lang naar op zoek geweest. Want ik zocht dus lichtjes zonder een zwarte rand. Ik vond een lichte rand mooier. En die kwam ik tegen bij de IKEA. Yay! Kijk, dit is mijn app voor licht. Dan zolder. Dan kan ik bijvoorbeeld ontspannen. Nou, kijk. Tada. Ik zal even deze ook een beetje dichter doen. Dan kan je het beter zien. Want ik vind verlichting altijd heel belangrijk in een kamer. Dit hadden we al hoor. Dat heeft Bart gefixt. Yo, give it up voor Bart. Maar je kan ook denken van, ik wil energie. Oh, ik wil energie. Ik wil een nachtlampje. Oh. Ik wil tropische schemering. Oh, ja, ik wil tropische schemering. Die houden we erin. Tropische schemeringen. Dat is toch geweldig dit. Nou, ik wil hier eigenlijk niet meer vandaan. Maar ik heb een peuter. Dus ik zal wel moeten. Maar ik vind het echt fantastisch. Fantastisch geworden. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Stofzuiger even. Je snapt dat het natuurlijk tot hier is, hè, gedaan. De rommel moet nog even een beetje weg hier. Op de gang. Ach ja, dat is story of my life. Daar hangt altijd wel ergens wat. Wow, lijkt wel een nieuwe kamer gewoon, hè? Wat vind je van mijn nachtkastje? Hey, heb je die bij de IKEA gehad?
Ja, en helemaal zelf in elkaar gezet. Zo, in het afstandsbedieningetje past het precies in. Ja. Dan raak je die een keertje niet kwijt. Kan je zelf ook licht aan doen. Ja. Goed. Oh. Mannen moeten altijd alles meteen weer destroyen. Ja, ik ga je pakken. Wil je ook zeggen? Ja hoor, is goed. Ik ook. Niet aankomen. Nee, dat mag niet. Boem. Hoe vind je dat leuk? Ga je er zo van? Oh, niet aanraken hoor. Lekker in het bed vallen, hè? Dank jullie wel voor het kijken naar deze slaapkamer makeover. Laat me alsjeblieft weten of je trots op mij bent dat ik dit in 4 uurtjes gefixt heb. Want ik zelf ben wel gewoon vet trots op mezelf. Maar dat is altijd gewoon heerlijk als het nog even bevestigd wordt. Ja, en dit vind ik zelf echt een top budget idee. Als je dus een bed hebt wat eigenlijk alleen maar uit een matras bestaat, zoals ons. We hebben hieronder onze oude boxsprings. Daarop hebben we gewoon een nieuw matras gelegd. Maar we hadden dus helemaal geen achterkant meer, want die was helemaal niet meer mooi van ons oude bed. Door dus dit zo te verven en die planken heb ik toch veel meer het bedgevoel. Heb ik echt het idee dat dit gewoon een bed is, dan wanneer je gewoon alleen maar een matras zou hebben. Dus het is echt een hele goede budget tip als jij ook alleen maar een matras hebt en geen bed. En je legt hem bijvoorbeeld op, weet ik veel, pallets of een oude boxspring. Ja, dat is echt fijn. Dat die boxspring wat ouder is, dat maakt natuurlijk niet zoveel uit. Althans vind ik, want het matras is echt super goed en clean. Lieve mensen, super bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat ik er volgende week weer ben met de makeover video van Jolderkamer. Want daar zijn we ook al mee begonnen. Daar meer over. Heel graag tot in de vlog komende woensdag. Vergeet niet een duimpje te geven of onder in de reactie even trots op mij te zijn en op jezelf. En laat weten wat jij allemaal zelf doet of van plan bent of kan doen. Nou, yay! Super bedankt voor het kijken. En als je nou meer wil zien, klik dan even op een video hier. En abonneren. Ook zeker niet vergeten als je dat nog niet bent. Klik erop en ook op het belletje zodat je op de hoogte blijft van de nieuwe video's. Elke woensdag en vrijdag staat er eentje voor je klaar in de ochtend. Zie je daar! Bye!